Ik ben Wouter Voogd. Ik ben geografisch informatiespecialist. Ik werk voor Geodan. Mijn dagelijks werk is ruimtelijke data en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben op onderzoek uit geweest om te kijken of je van een kaart, of je door middel van de 3D-pen op zoek kon gaan naar het aanbrengen van lagen. En waardoor je een stad wat meer op leven kunt brengen. Volgens mij is dat gelukt. We hadden helaas nog maar twee kleuren, maar door de contouren van de binnenstad van Amsterdam te nemen en een aantal objecten, het Rijksmuseum, Paleis op de Dam en het Centraal Station, zie je al gelijk dat er een bepaalde dynamiek ontstaat, waardoor je een beter inzicht krijgt in de verhoudingen binnen de stad en ook begint het wat te leven. Zou je hier nog water aan toevoegen met blauw of parken in groen, misschien in grijs nog wat wegen, dan krijg je heel snel de samenhang van een gebied in de vingers letterlijk. Je gaat gewoon ontdekken wat verschillende elementen zijn, waardoor je meer ruimtelijk begrip krijgt, de samenhang van de stad beter leert begrijpen, misschien ook iets van de analogie van de stad leert ontdekken. En zodoende denk ik dat je kinderen kunt leren om door middel van misschien gerichte opdrachten dat iedereen een klein deeltje maakt, dat je daarmee die laag in elkaar kan schuiven, waardoor je een geheel krijgt. En dan kunnen kinderen gaan ontdekken van, hey, als ik die laag eruit haal, wat betekent dat voor een stad? Of als die lagen niet zo zijn, ja, daarmee krijgen kinderen denk ik een ander idee van een stad, een ander beeld op een stad. En ja, krijgen ze ook meer in de gaten wat er allemaal in de stad aanwezig is. Als volwassenen weer gelijk hier komen, als kinderen begin je gewoon, dan kom je hier, dan ga je een stukje verder, dan lukt het er even niet. Maar uiteindelijk, doordat je door blijft gaan als kind, kom je gewoon in ieder geval waar je wilt komen. Terwijl wij beginnen hier en dan is het heel moeilijk om daar tegelijk te komen.